Beste kijkers, een van de initiatieven is van de dopjes is natuurlijk ook de dop Wijkerend Zee. Uiteraard, de naam zegt het al, zijn we dan in de Wijkerend Zee. Marianne is een van de mensen, de vrijwilligers van de dopkerend Zee. Wat kunt u vertellen? Hoe is het eigenlijk ontstaan, dat dopkerend Zee, Wijkerend Zee? Het is eigenlijk ontstaan tijdens een bewonersbijeenkomst waarin ideeën werden gevraagd over wat zou voor de wijk nou zinvol zijn. Toen kwam iemand op het idee van zorg in de wijk, maar van jong tot oud. En gaandeweg is dat initiatief ontstaan, er is een werkgroep gekomen. Maar wij gaan nu voor de ontmoeting en de verbinding in de wijk. Om iedereen zo prettig mogelijk in de wijk te laten wonen. En er zijn allerlei lezingen, er zijn ontmoetingspunten, er is een kunstroute zoals vandaag. Maar we zitten nog verlegen om een eigen ruimte, die hopen we binnenkort een keer te krijgen. Want dan heb je ook een ontmoetingspunt in de wijk. En de kerk van Kerend Zee is natuurlijk centraal in de wijk. Daar zijn allerlei plannen voor, dat heeft ook in de media gestaan. En wij zijn eigenlijk een beetje een schild daaromheen die op heel klein initiatief dingetjes probeert samen te brengen in de wijk. Ik proef eruit dat jullie dus eigenlijk ook wel een plekje in die kerk ambiëren. Ja, als dat zou kunnen, maar ja, dat hangt van de plannen af of het gerealiseerd kan worden. Jullie initiatief Wijkerend Zee, jullie doen dat met een aantal vrijwilligers wat ook in werkgroepen werken? Ja, we hebben een aantal mensen in een werkgroep. We hebben eens in de maand een vergadering. En we zijn niks officieels, maar we doen alles op burgerinitiatief. En de gemeente ondersteunt dat van harte. Ja, dus zoals ik al zei, het zijn inderdaad is dat een van de dopjes die in onze gemeente rijk is. En die inderdaad staan voor het ontmoeten van de burgers binnen de gemeente. Een initiatief wat jullie hebben genomen is natuurlijk vandaag. We zijn hier om beelden te komen maken van Wijkerend Hart. Vertel eens over dat initiatief. Nou, het is eigenlijk ontstaan gewoon zomaar. Dat we dachten van, oh, die woont in de wijk en die woont ook in de wijk. En die wist die en die wist die. Nou, we hebben een lijstje gemaakt. Die mensen zijn we gaan bellen. We hebben er een stuk of 15 gevonden in de wijk. En 4 deden er om goede redenen niet mee. We hebben er 11 overgehouden. En het is gewoon fantastisch. Het is zo breed. Het is keramiek, fotografie, beelden, schilderijen. Het is van alles en totaal verschillend. En een van deze dames die mede aan de basis staat van Wijkerend Hart en een van de kunstenaars is de mevrouw Bijmen. Wie bent u, mevrouw? Ik ben Ingrid van Mulken en ik woon sinds een jaar word ik hier in Kerend Zee. Ja. En u bent beeldend kunstenaar? Ik maak keramiek, maak ik. En dat vind ik heel erg leuk. En het initiatief hier van Dopkerend Zee is geweldig. Als je ziet hoeveel mensen er komen kijken en de aanloop er is. Het is echt heel mooi. Ja. En u maakt uw beelden ook hier? Heeft u uw eigen ateliertje hier? Ik heb geen eigen atelier hier. Ik zit in Lin en daar zitten we met een vriendengroep. En dan gaan we 1 keer per week gaan we daar keramieken samen. Het is heel gezellig. En het is gewoon, als je met klei bezig bent, het is, je voelt je zo vrij. Heerlijk is dat. Echt fijn. En heeft u al vaker exposities aan een exposities meegedaan? Nee, niet zo vaak. Maar ik sta wel, als het is, in de kunstmarkt in Urmond. Daar sta ik wel om de 2 jaar. En dat bevalt ook heel goed. Dat is heel leuk. Ja. En dan is dit natuurlijk een geweldig initiatief om als kleine kunstenaar, zoals ik het mag noemen, toch wel het werk te laten zien. En vooral de bewoners, maar heel Zee is natuurlijk welkom. Ja, maar heel veel mensen wat hier nu komen, die zeggen, god, ik wist helemaal niet dat jij dat deed, dat jij dat maakte. Ja, en we zijn nu bij de tweede kunstenaar in het project Wijkerend Hart. En het is tamelijk guur buiten, dus we zijn blij dat we in de warme atelierruimte zijn beland van meneer Jan Keulers. Jan Keulers woont op de Smeedstraat en ik geloof dat hij de oudste deelnemer is aan dit project. Meneer Keulers, hoe oud bent u? 94 jaar pas. Oké, dat is een hele schitterende leeftijd. Meneer Keulers, ja, u doet niet voor niks mee. Ja? U bent wel dan een veelzijdig kunstenaar, als ik alles hier zie. Ja, ik ben een beetje allround. Ik heb veel disciplines die ik bewerk. Ja. Ja. En u vertelde net al in het voorgesprekje, u doet nou zelf niks meer maken. Nee, het gaat niet meer. Het gaat niet meer.
Maar wat hier nou te zien is, dat is dus wel kunstwerk die u in de vergane periode, heeft u dat gemaakt. Met welke materialen werkt u allemaal? Ik werk het liefst in hout en dan werk ik met klei en met was voor brons te gieten en ijzer samen te stellen. Mooie ijzergebeelden heb ik ook gemaakt, dus dat kun je achter allemaal zien. Dat is dus allemaal in uw werkzaam leven gebeurd en dit is dus echt hobby of was het ook op professioneel gebied? Ja, het is hobby, maar eigenlijk ben je bij bepaalde dingen ben je een beetje professioneel bezig. Ja. Dat zit in mij, dat maken. Ik maakte het eerste beeldje al, toen was ik nog niet getrouwd. Met een schroevendraaier en nog een veiltje heb ik ook al een beeldje gemaakt. Dus dat zat daar toen al in. En u zegt, u heeft een voorkeur voor het werken met hout. Heeft dat een reden? Ja, ik ben een houtbewerker. En dat kun je hier ook zien. Dat zijn beelden die ontwerpen ineens in mijn gedachten. En dan ga ik een stuk hout zoeken. En als dat ook niet van hetzelfde hout is, dat er twee soorten hout in zitten, dat gebruik ik dan weer in een beeld. En zo komen die allemaal terecht. Dat middelste beeld, dat is een meneer die kijkt met een vrij oog. En de andere heeft die. Die loonstand uit een oog, dat is een gedachte erachter. En dat linkse beeld, dat zijn, kun je zien, dat zijn twee, in midden zit een ander soort hout ertussenin gemaakt. En dat is een hele mooie naam. Het houten kunstwerk waar we nu bij staan, dat heeft als titel Het Leven. Kunt u dat uitleggen, meneer Keulers? Ja, dat is de bedoeling dat er meerdere mensen zijn en die, dat leven dat gaat niet hun weg zoals ze willen, je komt kronkelwegen tegen. En dan moet je dus een goede weg geven om verder te gaan. En doe je dat niet, dan stopt het. En kijk, dat zit in dat beeld. Als je goed kunt kijken, kun je dat vinden. Maar je moet een beetje van de zijde bij gebruiken. En dit is het beeld dat heb ik gemaakt op de kerken die momenteel gesloten worden en die afgebroken worden. En dit is voor mij een kathedraal die half afgebroken is en waar de Christusbeeld nog alleen in de kerk staat. Dat is wat momenteel heel veel bij de Rooms-Katholieke Kerk aan de gang is. En dat vind ik erg. Daarvoor heb ik dit beeld ook gemaakt om daar te laten zien waar ze mee bezig zijn. Ja, en dat werk van meneer Keulers heel divers is, zien we nu in de tuin. Want hier staan allemaal prachtige beelden. En nou, ik vind het beeld waar we nu bij staan, meneer Keulers, dat is wel heel speciaal. Wat stelt het voor? Dat stelt voor onze toekomst. Koningin, prinses Amalia is dat. Die had ik gemaakt van een foto. Toen waren ze aan het strand. En zij was met de ballen spelen. En ze sprong van de grond op. En toen kwam de moeilijkheid om een beeld te maken wat niet op de grond staat. Maar ik heb dat op deze manier opgelost. Kijk maar zelf. Schitterend. En dit is dan het atelier van de heer Keulers. En hier werd al dat moois gemaakt. Een beeld helemaal uit ijzer, heel kleurrijk. Wat stelt het voor, meneer Keulers? Ja, het stelt voor de IJzeren Dame en dat was Margaret Thatcher uit Engeland. En die was een heel vurige vrouw, dat kun je zien aan de ogen. En de ene oog is blauw, dan had ze goede zin. En als ze kwaad was, keek ze met dat andere oog. Maar dan spuwde ze ook een beetje vuur, denk ik wel. En dat is door mij ontworpen
Ik had de jarringen uit een oude boerderij gekregen. En die zag ik op de grond liggen. En toen zag ik er een persoon in zitten. Het jaartal was 1810. En daar vandaan is dat uit mijn handen gekomen dat dit een dame was. Dat zitten allemaal, of bijna allemaal, ankers uit een oude boerderij. We zijn inmiddels aangekomen op de derde plaats bij ons projectje Wij Keren 's Hart. En we zitten nu in de hand van het Steenerbos bij kunstenares Marleen Wels. Marleen, de hobby wat je uitvoert, dat is keramiek. Ja, dat is keramiek. Dat doe ik nu onderhand 24 jaar. En nou, dit is mijn nieuwe uitdaging. We hebben een nieuwe mentor, José Feinoud. En die leert mij beeldjes maken en dat zijn de voorbeelden vast. En de rest, het mooie, moet nog komen. En dit is nou Wij Keren 's Hart, de kunstroute door de gemeente Steen. Wat is uw mening over dit initiatief? Nou, ik vind het heel erg leuk. Het is gewoon een uitdaging. We doen dan maar met 10 mensen aan mee. Nou, dit is mijn atelier. Ik heb hier allerlei leuke spulletjes staan. Ik heb elke dag nog plezier. Aan de keramiek wat ik maak. Ik vind het allemaal even leuk. Ik kan me hier helemaal ontspannen in mijn atelier. Ik heb muziek, 60er jaren muziek. Dat vind ik hartstikke leuk. Dus ik kan hier gewoon genieten. Ik heb dan al eerder verteld dat ik eerst waar ik het van geleerd heb, mijn mentor. Mijn vroegere mentor Joep Mertens. Hij is helaas overleden, maar ik heb nu een nieuwe mentor en daar leer ik dan beeldjes maken. Ja, dat maakt niet uit. Dit zijn speciale potten die als voor urnen worden gebruikt. En regelmatig verkoop ik daar ook eentje van, omdat de mensen het toch fijn vinden. Het zijn natuurlijke kleuren wat erin zitten. En die kleuren, dat heet dus pitfire. Eerst worden alle spullen biscuit gebakken, dan is alles wit, dan wordt dat overgoten met sulfaten. En als ze met sulfaten overgoten zijn, gaat het buiten in een andere oven en dan krijg je daar de kleuren. Doordat je daar veel hout, verschillende soorten hout op gooit, krijg je dus de structuur van die kleuren in die potten en in die vogeltjes. In de prachtige tuin van mevrouw Wels komen we ook hele mooie beelden tegen. En we staan hier bij een groep met 3 kinderen. Ik neem aan dat dat symbolisch is? Ja, nou, dat zijn mijn 3 kleinkinderen. Dat is ook het beginstadium van het beelden maken. Daar ben ik dus eerst begonnen met de kleinkinderen. Daar heb ik wel heel veel hulp bij gehad. Maar uiteindelijk is het toch wel mooi geworden. En ik had dus gevraagd of mijn kinderen ze dus thuis wilden hebben. Maar het is wat ik van veel mensen hoor, die hoeven dat allemaal niet. Laat het maar bij oma en opa staan. Dus vandaar dat mijn man ze daar onder de boom heeft gezet. En dan geniet ik er zelf iedere dag van. En zo zijn uw kleinkinderen dagelijks bij u? Dagelijks, ja. En daar geniet ik van.